Serieus, zo vroeg sta ik normaal gesproken nooit op. Hi guys, goedemorgen. Ik zal even bekennen, ik heb eigenlijk helemaal niet geslapen vannacht. Geen idee waarom eigenlijk. Ik kon gewoon niet slapen komen vanwege onder andere de warmte. Ik ga zo meteen beginnen met een Creative Mind op te nemen. Dus letterlijk voor de video zelf van onze keer. Afgelopen vrijdag heb ik hem niet opgenomen omdat ik onder andere in Frankrijk zat en ik had gewoon heel erg druk. Dus vandaar. Dat is een goede soort van excuus om een vlog te maken. Nou, maakt het niet uit. Ik ga vandaag naar Amsterdam onder andere ook. Dus ook daar ga ik jullie waarschijnlijk meenemen. Ik ga naar Google. Want exact inhoud is een partner meetup. We zien allemaal wel hoe het gaat lopen. Dus ik zie jullie zo. Misschien tussendoor af en toe nog wel eens een keertje. Als ik klaar ben of zo. Want ik moet echt zo snel mogelijk gaan editen om ook proberen om in ieder geval aan het einde van de dag de video af te krijgen, zeg maar. Of in ieder geval te uploaden. Want tussendoor heb ik gewoon geen tijd. In ieder geval eventjes Creative Mind opgenomen en eigenlijk al edit zelfs. Ik had in ieder geval realiteit uit zojuist even via Twitter onder andere gesproken. Die gaat ook naar de meetup, zeg maar. En volgens mij Renato ook. Moet ik kijken, dan zien we. Maar ja. Ik ben eigenlijk te vroeg klaar. Ik heb nog een half uur. Dus ik ga een half uurtje lekker iets doen. Ik denk iets van muziek luisteren of zo. Want het is toch wel heerlijk om even af te leiden van andere dingen. Lekker dubstep luisteren, zoals altijd eigenlijk. En de spullen in ieder geval netjes klaarmaken, want ik neem eigenlijk altijd mijn laptop standaard altijd mee. En mijn andere tering zo die ik standaard heb, aan kabeltjes, koptelefoon en dat soort onzin, dus we zien dan. Kijk of hij het nog een keertje doet hoor. Net draaide namelijk zijn kruiwagen. Zou die doen? Ja, help! Nice man. We zijn al een paar dagen zijn ze bezig om die school aan de overkant. Dat is trouwens mijn alleroude basisschool. Ik weet namelijk hoe relaxed het was dat ik hier vroeger woonde, zeg maar. Ik heb daar letterlijk op school gezeten vroeger. En volgens mij komt er nu tijdelijk een basisschool in te zitten. Omdat in Dordrecht zijn bijna alle basisscholen voornamelijk echt hele oude gebouwen. De meeste die in het centrum zitten bijvoorbeeld zijn echt gigantisch oude panden. Die worden of gesloopt of gerenoveerd en daar kunnen natuurlijk geen kinderen in zitten. Dus ik ben benieuwd. Binnenkort heb ik weer wakker gemaakt rond een uur of 8, 9 met, doet dit weer, met door haar kids. Mijn broek vibreren, wacht even. Dus ja, ik ben normaal gesproken ben ik altijd rond een uur of 9 als dan zeg maar de kleine groepen 2, 1 meesten die zaten naar buiten gingen. Dan werd ik automatisch mezelf wakker. Dus de keren dat ik me verslapen heb vroeger, werd ik eigenlijk altijd wel redelijk op tijd nog gewekt door mijn persoonlijke buitenspeelwekker. Dus gaat weer winnen worden. Het is echt, nou bijna 2 jaar is het stil geweest aan de overkant. Het is, wordt alleen nog gebruikt om voor buiten te spelen, zeg maar. Te voetballen en andere evenementdingetjes die er dan waren. Wel eens een grote evenemententent buiten. Dat is niet zo heel spannend, doet hij het weer. Fit. Ik weet echt niet waarom hij dat doet. Ik zou ook, als je de hele dag buiten doet, zou ik dat doen. Ja, ik zou dat ook doen. Dat ik mijn haar zo heb zitten, omdat het hier echt ongelooflijk warm ook is. Want omdat ik op de zolder, eigenlijk woon zo goed als, blijft alle warmte hier hangen. Want als je ook ziet, ik heb een plat dak, zeg maar. Dus echt de hele dag staat de zon op mijn raam ook nog eens een keer. Dus ik ben af en toe blij als ik eventjes gedoucht heb, zeg maar. Dan is mijn haar nog lekker plat. Want over een half uur, als ik waarschijnlijk op de fiets ga, dan heb ik poef, alle kanten op. Dus een beetje maar meegenomen, in ieder geval zo meteen. Of mijn muts. Hé, dat is ook een goeie, waar ligt die trouwens? Nou, maakt verder niet uit. Nee, daarom heb ik dus af en toe dat ik dit hele foute kapsel heb. Moet eigenlijk laten knippen. Nou, ik ben in ieder geval aangekomen in Amsterdam en dan precies in Amsterdam-Zuid. Als je goed naar beneden kijkt, of eigenlijk meer omhoog, zie je dat ik even bij het gebouw sta. Beschrijving zelf is een beetje wazig. Het is toren B, verdieping 15, nog wat. Dus we zien wel. Ik wacht even op Renato. Die is nu op dit moment onderweg met de metro weliswaar. En, het was voor mij extra spannend, want toen ik van Dordt vertrok met de trein, had ik namelijk een intercity, dacht ik. En achteraf bleek dat een highspeed te zijn. En daar moet je extra voor betalen en dat had ik niet gedaan. Dus het was echt een uur lang in mijn vingers gekrost te houden dat ik niet gepakt zou worden. Of in ieder geval geen problemen zou krijgen ermee. Dus, en ik voel me eerlijk gezegd ook een klein beetje outdressed aangezien ik als enige met een petje oploop. Gewoon in mijn normale grofje eigenlijk.
Dat stikt hier echt overal van zakenlui in prachtige strakke pakken en mooie stropdassen. Ja. Ik vind het heel wat dat ik een overhemd aan heb, joh. Dat zou ik wel opvallen. Hey, Black! Hey man. Come on. Doe het er niet sneller op. Nice, de welbekende Google. Als je dan gewoon normaal speelt, dan scheelt ook zoveel letters eigenlijk. Nou, maakt het er niet uit. Ik ga naar binnen. Het is stil zeg, bijna vandaag. Ja. Dat was in ieder geval de dag voor vandaag. Het YouTube. Dus ik zou zeggen, weg ik mag je niet filmen. Ik mag je wel filmen. Aangezien... Mag ook net. Ik mag het logo filmen. Aangezien ik gewoon in de ontvangstlobby sta. Wil je mij niet filmen? Ah, fit. Ik vind het lang. Wat zien jullie daar voor getal? Aan. Af en toe kom je wel eens mensen tegen op je route naar plekken toe die gewoon echt niks anders als goed zijn. En dat is juist de conducteur die ons op de eerste ik ben gewoon op tekst weg, gewoon op de eerste rang zetten. Eerste klas. Eerste klas, het is gewoon bizar. Moet er even willen. We zijn met Kaya op weg naar de, in ieder geval zijn naar Den Haag en ik ga zo meteen door. Erg leuk. Het was een beetje ben in het begin, maar ja, toch wel leuk. Het is binnenkort weer eens. Want Google is echt vet. Vond ik. Het was maar een kleine verdieping waar ze zaten. Er zat ook bijna niemand op het moment. Maar ik wil een keertje langs van zo'n druk is. Misschien dat mensen lachten. Nou, ik sta in ieder geval op Den Haag Centraal. Ik heb Kaya zojuist even op de tram afgezet. Leuk. Leuk om mij voor de eerste keer ontmoet ook. Ik blijf wel erg tof. Ik wil een beetje door wat vragen en dingen mogen inleveren, zeg maar. Dus, benieuwd of daar van gaat komen. Dus dat er een paar leuke dingen waar ze iets voor mij wilden gaan doen, zeg maar. Ik had het gevoel dat het zijkje dingetjes, dat die niet werkte, dingen die mij tegenwerkt, zeg maar. Mijn trein vertrekt om. 10 voor en het is nu 5:30, dus ik heb nog een minuutje of 10 voor ik naar huis ga en dan het eten. Ik heb echt de hele dag niet gegeten namelijk. Dus zo zie je maar, je leert elke dag weer nieuwe mensen kennen en een hele nieuwe ervaring.